Oh jee, downturn. Yo, gasten. The King 77L hier, oftewel Paul. En ik ben nu op DG, dus David Games. En ik ga live in downturn. Oh jee, de minst populaire map in MW3. En misschien wel in de gamegeschiedenis. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ga live en ik ga met Assault spelen met een MP7. En ik zie het wel. Downturn is moeilijk om een goede score te halen met normaal spel. Ik ga gewoon... proberen goed te spelen, proberen normaal te spelen en kijken waar het spreekwoordelijke schip dan ook wel wil stranden voor mij. En what the fuck, wat doet die? Sensitivity op 10 in 360, wauw, hey, wauw. Oké, nou, constateren. Live, downturn, oh jee, wel ground worden is het op zich spel. Ik vond het begin niet zo'n erge map dit, weet je dat? Hij is eigenlijk ook niet zo heel erg, maar je moet gewoon slecht ground war spelen. Oh, oh. Oh, mijn aim is even, ja, wow. Mijn aim is niet zo lekker, maar dat maakt niet uit. Dat mag niet zoveel als, even kijken, sound hoor, ja. Oké, okay, Predator binnen, maar ik ga nu inkallen, eens even kijken of ik nog wat andere mensjes zie zitten. Nee. Nou, maar even mijn Predator doen. Je ziet, ik speel met een Predator, ik speel met een Airstrike en een Payflow. Ik hoop een Payflow kan halen. Even kijken, mijn Airstrike... Airstrike is op zich voor een ground war best wel leuk om mee te spelen. Moet ik zeggen, ik speel heel weinig met assault zoals jullie weten. Ik speel bijna altijd specialist, maar... zo, dat gaat lekker. Ja, daar... Even kijken. Nou, 2 kills van mijn Pavlo. En normaal natuurlijk, als je met de helikopter zou spelen, kun je de helikopter nog doorschieten. Maar achteraf misschien beter met de helikopter kunnen... even opletten, kunnen doen. Maar... Oh, wat slecht. En ik leef nog. Oh jee. Nou ja, niet zo goed beginnen en toch wel goed beginnen. Want ik heb al mijn... oh, let nou op. Al mijn assault streaks heb ik al gehaald. Dat is lekker. Oké. Okay, mijn aim is... wat is met mijn aim aan de hand? Het kan ook heel laggy zijn. Ik join de lobby en ik ben natuurlijk totaal geen host. En, ja, nou ja. Kijk wel eventjes hoe het gaat. Het gaat er natuurlijk heel goed. Oh, mijn PvP gaat ook lekker tekeer. Oké, weer assault. Ik moet zeggen... ik ben deze week echt zo fix genaaid. Wat betreft mohaps. Met rare knife deaths. Dat ik door ze heen schiet. En ja. Op mijn channel zit een fit nu. Even opletten trouwens. Een fit dat ik een 24 kill streak haal. Heel duidelijk ook. Ik heb een kill counter in verwerkt. Ook. Ik zie het ook in mijn leaderboard daarna. En ik heb de mohap niet gekregen. Dus ja. Dat soort dingen gebeuren mijn ouders. Ik denk nou. Ik ga denk gewoon meer met assault spelen. Gewoon. Het is, ja, af en toe is het echt wel frustrerend hoor. Specialist. Al speel ik niet, ik ben al heel erg lullig, ik speel niet specialist puur voor een mob te halen, ik speel specialist gewoon omdat het lekker speelt, ik wil lekker rachen, je bent lekker op een gegeven moment blind eye assassin, je hebt alles unlocked en scavenger, je blijft je calls lekker vullen, het is gewoon leuk om mee te rachen, maar ik ga niet echt per puur tang voor een mob, het is gewoon opletten, oh, ze zijn niet zo goed die gasten trouwens, dat is wel lekker natuurlijk, voor een live commentary, oh, ja, nou, dat gaat helemaal niet zo slecht, hè? Qua kills. En, ja, MP9. Oh, wat een wapen is dat ook, hè? Die MP9 silenced. Even kijken. Dit doet me denken aan begintijd. Ik vond het bij begin, de eerste 2 weken toen ik game was, vond ik het... Jezus, Paul. Vond ik het eigenlijk niet zo'n erge map, dit. Ik vond hem niet zo erg. Iedereen klaagde over de map. Ik vond hem eigenlijk niet zo heel erg. Vooral met Ground War dan, hè? Blijf zeggen, maar... even kijken. Hé, hey, daar nog één. En... Waar... daar. Nee, Paul, dat is slecht dom. Ja, die zit daar heel erg actief te spelen, die jongens, zeg. Zo. Nou, kom op, jongens. Hoe kunt trouwens achter staan? Deze gasten zijn echt verschrikkelijk slecht. Dan moet ik zeggen, ik ben ook niet echt voor objecten vergaan, maar dan nog. Oh. Jump, yes. Yes, oké dan. Dat gaat wel lekker. Dat gaat wel lekker zo. En... ja. En... even kijken. Oh. Niet zo slim. Dat is niet zo slim, jongen. Nou ja, maar niet uit. Even kijken. Lekker doorgaan. Het is wel lekker assault spelen. Je hebt gewoon je streakie. Oh, medespelerpaal. En dan gewoon lekker weer doorgaan voor je volgende streak. En je boeit je niet. En normaal natuurlijk baal je bij 15 kills dood. Gaat je maar afstreak of zo. Dan heb je eigenlijk geen zin meer in een match verder. Assault is het enige. Niet leuk. Even opletten, als je zeg maar met... wow, wat dicht hij er nou? Wat is er met mijn aim aan de hand, man? Assault is alleen maar niet leuk als je bijvoorbeeld met een EMP wordt gespeeld. Dan heb je een drama.
Voor de rest is het best leuk om gewoon met de soul te spelen. Ik doe het gewoon eigenlijk gewoon veel te weinig. Ik ben nou veel meer ontspannen dan dat ik bijvoorbeeld, ik heb net een paar potjes gespeeld, wilde ik ook live commentary gaan doen en het ging met specialisten. Nou, 2 keer 16, 3 keer 17 en zo, maar het is hoe dan gekilled wordt, dat is verschrikkelijk. Let dan maar op. En ik krijg naar downturn, je ziet het, en ik heb gewoon een leuk potje. Even B mee pakken, laat zien toch nog objective speel. En waar zitten jullie? Wow, where are you guys? Oh, ben 1 en ik heb hem niet. Man, oh, dom van me ook, hè. Maar doe ik dat ook? Waarom, Paul, waarom doe jij dat, jongen? En wow, nou ja, of ik heb lag of ik ben echt gewoon slecht nu. Maar ja, het is ook leuk als je gewoon slecht speelt en dan gewoon veel kills kan maken. En ik hoop er te winnen, maar dat weet ik niet, want mijn team is dan wel hier. Ze zijn terugkomen nu, dat is mooi. Het is altijd lekker. Oh, daar ben jij. Kom hier. Oké. Waar zitten jullie? Naar de Predator kill team, maar er zijn er nog meer. Oh ja, er zijn er nog meer daar. Oh, slecht. Ja, oh, dat is lekker. Dat is niet lekker. Dat had ik moeten hebben, dit is een foutje. Oh, ja, ik kon er eigenlijk niet heel veel aan doen. Oké. Next one. Ik moet toch nog een keer mijn P-flow kunnen halen. Zie je hoeveel die P-flow killen? Een beetje mazzel haal ik gewoon echt, ja, 80 kills of zo. Die van 70 moet ik kunnen halen, denk ik. Het hangt eraf of ik nog een keer mijn P-flow haal, denk ik. En dat ze niet met een EMP spelen. Ik zie wel veel snipertjes bij hun en die spelen toch vaak met support. Dan moet ik dan een beetje hopen. Dat hoop ik dan van je beste. Nee. Ook niet slim wat ik doe. Ik doe niet zo slim. Oké. Gewoon rustig blijven. Oh. Ja. Dropshot. Daar. Ja. Even kijken. B wordt gepakt, jongens. Help me dan. Ja, gered. En dan niet slim, Paul. Ja, je weet dat ze daar komen, draai ik me om. Wat slaat dat dan ook op? Het is echt dom. Maar ja. Zoals ik al zeg, live is. Doe je meestal dommere dingen dan dat je niet live speelt. Oh, er zit er nog steeds die gast. Jezus, Mina, man. Koop je een fucking game en dan ga je gewoon een heel potje lang achter een betonnen stuk wegdekken of wat de fuck het ook is. Een vangrail staat er achter een beetje te headglitch snipen. What the fuck? Ben je dan in godsnaam van plan met die game? Oh nee, Predator. Koop hem dan niet. Oh, dat is dit. Dat had ik wel genaaid. Hé, hey, vis. Komt er aan de vis. Visje naar daar. Even kijken. Ja, we gaan nog verliezen. We gaan verliezen. Oh, ik snap het niet. Deze gasten zijn heel slecht. Ik speel zelf al niet goed. Nee, zelfs heel slecht speel ik, zie je. Ik heb veel te veel lullo. Ik speel slecht. De tegenstanders zijn slecht. Hoe kunnen we dan verliezen? Dan moet mijn medespeler wel heel slecht zijn. Maar ja, niet te veel klagen. Laat ik gewoon naar mijn eigen score kijken. En ik kan niet in mijn eentje wedstrijd winnen in Ground War. Oh, lekkere triple sprayen eigenlijk. Nou, niet triple. Het is wel een 1. Zonder Rino, dat 3 man. Even kijken. Waar? Oh, daar. Oh jee. Die heb ik ook nog. En die heb ik ook nog, denk ik. Die heb ik ook niet. Ah. Oh, ja, gaat dan wel. Maar ja. Geen P-flow, maar ja, in ieder geval in mijn Predator. Altijd lekker. En mijn luchtstrijkertje. Die gooi ik meestal gewoon een beetje zo over B. En dan legt hij maar hun spawn. En hoop dat je kills hebt. Het is een beetje moeilijk inschatten met je airstrike. Dit is goed ingeschat. In ieder geval 1 kill. Dat vind ik al prima. Als ik maar eentje heb ermee, is dat prima. Oh, er zit er eentje. Waar zit die? Oh, nee. Niet slim. Maar ja, als je mijn fiets kijkt, je moet zo niet kijken om een slimme gamer te worden. Want ik ben echt geen slimme gamer. Ik ben een Russian the gamer die altijd domme keuzes maakt. En ja, dat hoort erbij, hè. Maar dat is leuk. Vooral live is dat lastiger. Ik concentreer je een stuk minder, vooral nu. En ik geloof, wat ben ik nou aan het doen? Nou, ga wel weg ook. Even herladen. Even kijken. Woorden daar wat. Ja, daar zie je. It Marcus. Oh. Een stun. Ja. Ja. Kom op. Nou, laten we gewoon B. Help me dan, jongens. Ga B pakken. We moeten B terug hebben, hè. We moeten winnen, jongens. Als je wil winnen, moet je B hebben. Dat is op zich handig. Nou, ik ga hem wel weer capturen. In mijn eentje. Solo. Nou, even door. Kom, help me. B. Yes, B.
Nou, ik spel hem voor de objective, jongens. Je kunt niet klagen. Even kijken. Airstrike. Yes. Nou, airstrike. Goed plaatsen in het midden. Oh, Paul. Paultje. Paultje, jongen. Nou. Payflow haal ik dus nu helemaal niet uit. Hoppakee. Toch boven de 60 kills. Helemaal niet slecht. Op downturn. Niet eens een hele lange match is het. Oh, hele vage dropshot en dan weer lullen en kutlul, klojo, wat is veel. Weg. Maar we gaan verliezen. Ik heb mijn beste gedaan. Dat zou die Olaf dan zeggen. Ik had mijn beste gedaan. Maar ja, alleen win je de oorlog niet. Hè? Wat ben ik dan doen met de kistje over zitten klooien? B-pak heb geen nut meer afgelopen. Nou, ik vind het eigenlijk niet slecht. Live commentary op DDG, dus David Games. David, bedankt voor het uploaden. Tenminste, als je me gaat uploaden, maar ik denk het wel, hè. Oké, beste mensen, check mijn channel. Ik ga jullie zien.